Koude handen, zeker niet alleen een vrouwendingetje. We kunnen er allemaal last van krijgen. Het lichaam kan heel goed omgaan met warmte, maar niet met kou. Dat trekt het bloed terug naar de corpus rondom het hart. En de uiteinde heb je dan een probleem. Je krijgt koude handen, je krijgt koude voeten en je krijgt koud hoofd. Dus je doet een muts op of een helm. Of natuurlijk goede skischoenen en dan vooral goede handschoenen. En hoe werkt die isolatie? Dat hele dunne Gore-Tex-membraan, dat zorgt voor de waterdichtheid en dat het ademt. En in de opbouw van de handschoen zie je heel duidelijk waar het zit. Dus hier zit het onder de bovenstof. Dan heb je een isolerende laag en dan de voering. En dat zit in elkaar verwerkt en zorgt ervoor dat je een waterdichte, winddichte en ademende handschoen hebt. En wat betekenen die gekleurde bandjes? Voor de actievelingen, dus zeer actieve sport, veel zweet wat uit die handschoen moet. Het droge handschoen, weer hetzelfde. Dat noemen we Gore Active. Heel duidelijk te herkennen aan die lichtblauwe banderollen. En oranje is dan zeker voor de gewone stervelingen. Gewoon op zoek naar comfort. Het zijn verschillende merken die dit Gore-Tex verwerken. En je ziet ze heel duidelijk, steeds herkenbaar aan die verschillende banderollen.